Er staat nog een minuutje op de klok, die we eigenlijk sinds vrijdag al zien lopen hier. En dat minuutje gaat aangeven dat de kluis open mag, ja, over 1 minuut. En wat gaan we in die minuut doen dan nu? Nou, jij kan rustig alvast richting die kluis gaan lopen. Je hebt nou, zo oud ben ik nou ook niet. Zeg, wat is dit? Ik heb geen minuut nodig. Ga maar even die kant op, Kluis. Ik ga die kant op. Nee, je hoeft ook niks te horen. Je hoort mij wel kletsen natuurlijk. Ja, ik moet je ook zeker kletsen. Ja, kijk, nou, Klaas loopt nu richting de kluis die hier vrijdagochtend in 1 keer in de studio werd gezet. En de grote vraag is natuurlijk, wat zit er in die kluis? Je hebt ook een kaartje gekregen. Ik heb een kaartje inderdaad gekregen. Oké, en wat staat daarop dan? Een bericht van de WMDZ-jury. Wacht even. Ik ben niet goed in afkortingen, maar ik heb een hint. Ja. De code van de kluis is 9243 plus E. De code niet op zender genoemd. Nou, wat zojuist gebeurde. Ja. Ja, het is handig dat dat erachter wordt gezet. Hè? Ja, en niet dat is niet handig. Ja, nee, precies. Maar ik weet de code dus. Je weet de code en inmiddels staat er nog maar 5 seconden op de klok. Dus 3, 2, 1, 0. Hij mag open, Klaas. Nee, oké. Met de code die je hebt gekregen, die heel Nederland inmiddels weet. Dan weten we ook waar het geld ligt, het salaris van Klaas. 3. Ja, gaat hij open? Maar dat is altijd een lullig moment dat hij dan niet open gaat. Dat is ook weer typisch Klaas dit, hoor. Oh, hij gaat open. Oh. Wat zit erin? Kun je in de microfoon praten, alsjeblieft? Ja. Heel veel geld. Oké. Okay. Dat is klein, heel klein geld. Oké. Okay. Het is niet echt en een envelop. Ik ga er helemaal van overslaan. Mag die envelop eens zien? Kijk wat daar dan... Ja. Dicht. Oh, hier zit wel echt geld in. Nee. Oh, nog meer klein geld. Ja. Oké. Okay. Meteen lezen altijd, hè? Dat is Sinterklaas ook altijd zo. Als je zo gedicht uitpakt, dat je meteen heel snel wil lezen. Oké. Okay. Lieve Wietse, Klaas en Mart. Het is ruim 1 jaar geleden, dus de hoogste tijd dat we het spannendste spel van Nederland weer gaan spelen. 4 stemmen. Aan jou, de 538-luisteraar, om te achterhalen wie het zijn. Win met de zin. Met dit jaar meer winnaars dan ooit. Heb je namelijk een naam goed, ondanks dat die al genoemd is, dan win je altijd geld. Heb je 1 naam goed, dan win je €250. 2 namen goed, €500. 3 namen goed, €750. Heb je 4 namen goed, dan win je maar liefst €25.000. Zo, dat is lekker, hè? Zo! Dus de meeste winnaars die we ooit hebben gehad. De opgave hoor je voor het eerst op dinsdag 7 juni... tussen 7:30 en 7:30. En vanaf nu gaan we hints geven op Radio 538. De socials van Radio 538 en in de Radio 538 app. Daar zullen dingen gebeuren die normaal niet gebeuren. Dus zorg dat je niks mist. Ontcijfer de hints en neem een voorsprong in de jacht op keiharde cash. Je opgeven kan al vanaf nu. Door op de groen paarse knop te drukken in de 538 app. Vanaf dinsdag 7 juni terug op 538. Win met de zin. Zo! Alsof we al gewonnen hebben, jongens. Ongelooflijk! Zo, de knijter, he, wat een rotzooi hier. Oh. Volgende week dinsdag is dat dus, jongens. Win met de zin. Oh. Dat is toch even tof. Dat is geweldig. Als je dus 1 naam goed hebt, ja, maar... dat die al genoemd is, win je €250. 2 namen, €500. Maar als je dus al weet, die 2 namen zijn goed, en je bent dan aan de beurt en je noemt die 2, dan heb je dus automatisch al €500. Ja, automatisch €500, inderdaad. Ah. En dan... als je de 4 namen goed hebt, dan win je maar liefst €25.000. Zo. Volgende week dinsdag, dan gaan we van start met Win met de Zin hier bij 538. Meld je dus alvast aan via de app van 538 door op de groen-paarse knop te drukken.